en laat je lekker door deze dag verwennen, wou ik zeggen. Maar daar staat het helemaal niet in teken van, dus dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Hoi, superleuk dat je alweer kijkt naar een nieuwe video van mij. Het is vandaag 13 april. En dan denken jullie, oké, 13 april, wat is dat nou weer? Want 1 april is al geweest. Als je die video nog niet hebt gezien, klik dan even hier voor de video van Sof. Want die heeft een leuke grap uitgehaald. Maar terug, 13 april. En 13 april is Girls Day. Girls Day is een initiatief vanuit VHTO. Dat is een expertbureau voor vrouwen en beta. En beta zijn ICT-vakken. Met als doel eigenlijk om vrouwen meer kennis te laten maken met de techniek. Omdat ik vanaf kleins af aan geïnteresseerd was in vliegtuigen, mijn HAVO-profiel is ook natuur en techniek. En bij aviation komt techniek ook kijken als onderdeel van een vliegtuig. Want waarom doen ze zo'n Girls Day? Het is ontzettend belangrijk dat vrouwen, wij, ik, jij, als je kijkt, als je een vrouw bent, weet ik niet. Denk het wel. Maar belangrijk om de techniek in te gaan. Dat komt omdat, zoals jullie weten, de wereld verandert. Er zijn steeds veel meer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek. En daarbij zijn vrouwen nodig om dit vak te komen versterken. Want aan alleen mannen hebben we natuurlijk niet genoeg. Want ze zeggen ook altijd, zonder vrouwen kunnen mannen ook niet. Dus ja, zo zie ik het eigenlijk ook wel. Dat ook het vak beta en ICT ons nodig heeft. Ben jij nou geïnteresseerd in ICT? Of juist niet? Er is bekend dat als je niet weet wat het is, zal je het ook nooit beminnen, als het ware. Want onbekend is onbemind. Nee, grotendeel is wel mannen of jongens. Tuurlijk lopen er ook meisjes rond, maar je merkt wel dat wij in ondertal zijn, zeg maar. Vandaar de vraag om gewoon te gaan kijken. Ga kijken, vind je dit leuk? Want er komen later superveel banen in. De meiden in ICT zijn gewoon echt nodig. Ga dan ook kijken naar ICT-opleidingen en verbreed je horizon. Nou, er zitten natuurlijk veel jongens op school. Dat is al superleuk, vind ik. Ik kan altijd supergoed met jongens samenwerken. Helaas zit ik nu op een school waar alleen maar meisjes naartoe gaan. Maar goed, dat maakt niet uit. En vind je ICT leuk, dan is dit natuurlijk een perfecte combinatie. Kijk ook eventjes hierboven op de website voor de ICT-opleidingen die het HVA aanbiedt. Wat leuk is aan de aviation. Even denken. Aviation is sowieso leuk om met mensen te werken die allemaal geïnteresseerd zijn in hetzelfde. Dus in de lessen komt dat heel vaak terug dat je, zeg maar, samenwerkt of in groepjes werkt met dezelfde interesses. En dat helpt heel erg in het samenwerken en enthousiast worden. Het evenement wat vandaag plaatsvindt is georganiseerd vanuit iets van 300 bedrijven. Die komen samen op een soort beurs. En daar kan je dus als meisje of als vrouw in aanraking komen met hoe de bepaalde technieken werken en of je dat echt heel erg leuk vindt. Ja, dit is zeker een goede om te onthouden voor volgend jaar. Als jij dat leuk vindt, ga dan eventjes naar de site van VHTO en daar kan je meer informatie vinden. Ook kan je daar een hele leuke trailer vinden over het evenement zelf. Dus kan je een beetje zien hoe dat er aan toe gaat. Ik heb in ieder geval één tip voor jullie en dat is ga alsjeblieft kijken, verbreed je horizon en ga kijken, vind ik dit leuk? Want als jij dit leuk vindt, is dit natuurlijk een enorme gave kans om in een wereld van eigenlijk mannen als vrouw sterk te staan. En wat ik zeg, we zijn nodig, dus waarom niet? Ik zie mezelf later wel bezig zijn met ontwikkelingen van nieuwe luchthavens. Dat houdt in dat je bezig bent met toekomstplannen. Onder andere kijken naar de passagier, hoe een luchthaven over de 30 jaar eruit ziet. Misschien als ik me er beter op had georiënteerd, had ik daar misschien ook wel gezeten. Maar goed, dat is niet zo. Ik bevat deze Girls Day gewoon nog als een modedagje. Dus ik ga lekker naar school, naar het Amfi. En ik hoop dat jij wel je eventjes oriënteert en de fout die ik heb gemaakt niet zal maken. Als je dit dus een leuke, interessante video vond of vindt ICT leuk, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En abonneer dan eventjes hier voor de video van Jane van gisteren. En abonneer eventjes hier voor mijn video van vorige week. En dan kan je eventjes hier zo abonneren. En dan zie ik jou weer terug bij de volgende video. Doei!